Hij is wel echt behoorlijk crispy. Ja. Hij is inderdaad knapperig. Lekker krokant patatje. We hebben hier vandaag twee bezorgtassen staan waarin we de friet in de cup wegzetten, 20 minuten laten staan. En die laten we vervolgens aan gasten proeven en vragen wat ze ervan vinden. Hij is echt wat vers, zeg maar. Dus. Je kan het zien aan de producten. Hij is echt knapperig. Deze friet is zo bijzonder omdat het een concept is, bestaande uit een friet en een verpakking. En het bijzondere aan de friet is dat er een laagje aardappelzetmeel omheen zit, waardoor die langer warm en krokant blijft en dus geschikter is voor bezorging. Hij is ook krokant, hij is niet slap of zacht. Of, Ja, het is een prima van de smaak. Ja. Knapperig. Het bijzondere aan de cup is dat een als het ware een schoorsteeneffect wordt gecreëerd, waardoor de condens die van warme friet afkomt eruit kan. En daardoor wordt de friet juist niet klef, slap, taai, maar blijft hij juist lekker krokant, wat mensen heel belangrijk vinden bij het eten van een frietje. Ik merk dat hij vooral rijk aan smaak is en hij is lekker krokant. Je merkt dat hij krokanter is dan andere. Het is een goede, echte frietjes. Nog een compliment aan de producent. Compliment. Perfect. Nou, ik denk dat de klanten blij zijn met dit product. Het is gewoon crispy. Het is super lekker. Hij is gewoon goed. Het is gewoon lekker knisperig ook. Indrukwekkend. Ja, dat had ik niet verwacht. Nee, eerlijk. Perfect.